welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vanavond weer uit eten. Ik ga echt 100 keer per week uit eten. Dus ik moet me weer helemaal gaan klaarmaken. En ik dacht, ik ga het filmen en dan kunnen we samen met z'n allen gaan klaarmaken. Ik ga vandaag letterlijk jullie mijn klaarmaakproces van begin tot eind laten zien. Het enige wat ik al heb gedaan is gedoucht, zoals je kunt zien aan mijn haar. Dus het leek mij wel gezellig om mij samen met jullie klaar te maken. Dat is toch altijd leuker dan hier in mijn eentje klaarmaken. Ik ga weer vandaag een hele mooie soft glam look maken. Een bruine smoky eye. Ik ga bijna altijd voor een soft glam look. Als ik iets ga doen, dus vandaag ook weer. Alleen vandaag zet ik het iets meer aan omdat ik ga voor een iets donkerdere ooglook. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan van not naar hot. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Normaal als ik mijn video's begin, heb ik mijn hele gezichts skincare routine al gedaan. Nu niet, want dat ga ik gewoon hier samen met jullie op beeld doen. Ik ga even beginnen met mijn lippen. Mijn lippen zijn super droog, zoals je misschien wel kunt zien. Dus ik ga ze even scrubben. Dat doe ik met deze chocolade scrub van I Heart Revolution. Deze ruikt echt heerlijk, jongens. Ik breng altijd een beetje scrub aan op een wattenschijfje. Zo, gewoon een klein beetje. En dan ga ik het met dit wattenschijfje scrubben. Want ik merk dat dat beter scrubt dan gewoon met mijn vingers. Zo, dit ziet er echt al een stuk beter uit. En dan ga ik in met mijn Catrice Lip Serum om mijn lippen nog extra te verzorgen. Dan ga ik vandaag ook in met een gezichtsmaskertje voordat ik ga beginnen met de make-up. Ik gebruik ongeveer 3 keer per week een gezichtsmasker. Nou heb ik het al eventjes niet gedaan. Ik heb denk ik al 2 weken of zo geen masker opgedaan. En ik merk het echt gelijk aan mijn gezicht. Mijn make-up brengt minder goed aan. Ik begin te zien dat mijn make-up minder egaal is. Dat het een beetje dikker wordt. Dus ik merk het echt gelijk als ik een tijd slecht ben omgegaan met mijn skincare. Dus zo belangrijk is het. Ik combineer ook vaak een gezichtsmasker met een poortstrip hier op mijn neus. Alleen die heb ik gisteren al opgedaan. Dus vandaag hoeft dat niet. Ik ga vandaag in met deze Pixie Masker. Dit is de Glow Matte Mask. Dit masker maakt je gezicht goed schoon. En laat ook een hele mooie glans achter. Heel erg mooi. Dit is echt een van mijn fave maskers. Oké, masker zit er helemaal op. Echt toppie. Ik ga hem nou een kwartiertje oplaten en dan haal ik hem af. En dan kunnen we beginnen aan de make-up. 15 minutes later. Oké, ik heb mijn gezichtsmasker eraf gehaald. Mijn huid voelt nou echt super refreshed aan. I love it. Voordat ik verder ga met mijn huid, met mijn dagcreme en zo, ga ik allereerst mijn wenkbrauwen doen. Want ik vind het fijner om mijn wenkbrauwen op een droge huid te doen, omdat het dan beter blijft zitten. Ik gebruik hiervoor mijn NYX Brow Pencil in de kleur nummer 6 Black. Ook gebruik ik mijn NYX Lift and Snatch wenkbrauwpen. Dit is echt letterlijk gewoon zo'n zwarte pen. Die gebruik ik om hier zo in het begin haartjes te creëren. Deze heb ik ook in de kleur Black. En als laatste de Benefit 24 Hour Brow Setter Wenkbrauw Gel. Wenkbrauwen zijn klaar. Nou is het tijd voor mijn gezicht. Ik ga in met mijn dagcreme van Olay. En daarna ga ik in met mijn Clarins zonnebrandcreme. Oké, alle crèmes zitten erop. Nou ga ik even switchen naar mijn haar. Want mijn haar is al nou eventjes gedroogd in dit ding. Ik heb mijn hele krullenroutine al gedaan. En nou ga ik het gewoon feunen. Oké, ik heb mijn haar gefeund. Het is nog een beetje vochtig, maar het droogt op terwijl ik me aan het opmaken ben. Ik heb een haarband ingedaan om het uit mijn gezicht te halen. Dan kan ik nou eindelijk beginnen aan mijn make-up. Ik ga allereerst mijn gezicht primen met mijn Charlotte Tilbury Flawless Filter in de kleur 4. Dit is een hele mooie glowy primer. En als foundation gebruik ik mijn Clinique Even Better Foundation. Deze is echt super fijn. Heeft een mooie naturel medium dekking. I love it. Ook gaat hij heel mooi de glans van de primer er doorheen laten. Dus dat is echt heel erg mooi. Dan ga ik mijn gezicht cream contouren met deze super super goedkope contourstick van de Action van Max & More. In de kleur dark. Dit is echt oprecht een hele fijne warme contourstick. En echt super goedkoop. Volgens mij is hij echt like 2 euro of zo.
En dan ga ik in met deze liquid blush van She Glam van Shein. In de kleur Birthday Suit. Dit is echt een hele mooie peachy blush. Kijk even hoe mooi die is. Echt een van de weinige fijne betaalbare cream blushes. Oh mijn god, ik ben gewoon concealer vergeten! Ik ben echt een idioot. Ik ga ook mijn Clinique Even Better Concealer gebruiken. In de kleur WN38. Dit moest voor de cream blush. Oh my god. Ik ben echt een idioot. Maar maakt niet uit. Ik breng hem nou alsnog aan. En dan daarna breng ik gewoon iets meer cream blush aan. Oké, de concealer is aangebracht en dan breng ik weer opnieuw een beetje van die blush aan. Als losse poeder gebruik ik mijn Makeup Studio losse poeder, een van de fijnste losse poeders ever. En dan ga ik mijn neus contouren met deze kleur uit mijn Revolution paletje. En dan natuurlijk ook een beetje MAC Fix Plus om alles mooi in elkaar te laten smelten. Jongens, het is me toch een partij begonnen te regenen. Ik hoop wel dat het zo stopt, want ik moet nog naar buiten. Ik ga voor nu even stoppen met mijn gezicht en ik ga beginnen aan de ogen. Het paletje die ik ga gebruiken is mijn NYX Ultimate Utopia Palette. Dit paletje heb ik in de herfst echt dood gebruikt. Als je me al volgde in die tijd, dan heb je dit paletje heel vaak voorbij zien komen. Ik vind dit echt een geweldig paletje. I love it. En ik wil vandaag gaan voor een beetje een donkere bruine smoky eye. En daarvoor is dit paletje echt ideaal. Dus deze ga ik gebruiken. Laten we inzoomen op de ogen. Ogen zijn al geprimed met concealer, dus we kunnen gewoon gelijk beginnen met de ooglook. Ik ga beginnen met deze lichte bruine matte kleur. Die ga ik aanbrengen met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de kleur hier. Ook die gaat in mijn arcadeboog, maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. En dit is de kleur die ik gebruik om alles een beetje donkerder te maken. Dan ga ik in met deze hele donkere bruine matkleur. En die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. Dit doe ik met een platte fluffy kwast van Morphe van de Sweet Oasis kwastencollectie. Dan pak ik deze hele lichte matte nude kleur. En met een grote fluffy kwast ga ik dan een beetje zo over de randen om het een beetje te diffusen. Dan heb ik hier het bruine Bad Gal Bang oogpot loodje van Benefit. En die ga ik aanbrengen op de onderste waterlijn. En dan ga ik al die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze glanzende kleur hier beneden. Want jullie weten van mij, ik kan niks gewoon mat laten. En die kleur breng ik een beetje aan op het midden van mijn ooglid. Dan pak ik deze hele lichte glanzende kleur. Het is een glanzende kleur, maar ook weer niet. Het is een beetje een matte kleur met een hele lichte glitter erdoorheen. En die kleur wil ik aanbrengen hier in de binnenste ooghoek, om het daar een beetje te verlichten. Zo, en dit is dan de ooglook. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt super mooi. Ik vind het echt een hele mysterieuze look. Dan ga ik in met mijn NYX Black Liquid Eyeliner en dan ga ik een wing aanbrengen. Als mascara gebruik ik mijn Essence Waterproof Lash Princess Mascara. En ik ga vandaag deze prachtige wimpers opdoen van Maria Malky Cosmetics in de stijl Leana. Ooglook is helemaal klaar. I love it. Het is wel iets meer bordeaux geworden dan bruin. Ik ging eigenlijk voor bruin, maar whatever. Nou hebben we gewoon een bordeaux look. Nou ga ik mijn gezicht bronzen met mijn Morphe Megastar bronzer. Echt een prachtige matte bronzer. Eigenlijk nog een beetje iets meer van deze blush aanbrengen. Ik heb al poeder op, dus ik hoop dat hij gewoon goed aan gaat brengen. Ook al heb ik al wat poeder op. Ik vind dat hij een beetje is vervaagd door alle poeders en zo. Nou, dat ging op zich wel prima. Ik merk wel dat hij iets minder goed uitblendt, maar het is oké. Als highlighter gebruik ik deze geweldige Essence Vintage Beach Highlighter. Super goedkoop en echt een prachtige gouden highlighter. Oké, dan de lippen. Ik kan me overdrijven en een rode lipstick aanbrengen, maar ik denk toch dat ik het gewoon nude ga houden. Ik ga in met mijn Nabla lippot, een loodje in de kleur hashtag 03. En dan mijn Too Faced Lip Injection Lipgloss.
Deze lip combo is echt prachtig. Oh my god. Dan een beetje fixing spray. Welke fixing spray gaan we gebruiken vandaag, jongens? Ik denk dat ik ga voor mijn Urban Decay All Nighter Ultra Glow Setting Spray. Dat is echt mondjevol. Nou jongens, dan is mijn make-up look helemaal af. Ik ga me even aankleden en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou jongens, ik ben eindelijk klaar met deze video. Ik zit hier al gewoon 3 uur. Dat is echt onwijs lang. Ik ben echt kapot. Het is hier ook super warm. Maar ik ben echt heel blij met hoe de look is geworden. Ik vind het echt super, super mooi. Dit ga ik vandaag de hele dag dragen. En hiermee ga ik ook uit eten. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden en de look mooi vinden. Let me know beneden in de reacties. Is dit een look die jij zou dragen als je uit eten gaat? Ja of nee? Mijn haar zit vandaag echt goed. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar mijn krullen zijn vandaag echt popping. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!